Hallo allemaal weer. Hallo, welkom bij deel 2. Ja. Wij zijn nog steeds hier op de alpaca boerderij, of alpaca boerderij, Alpaca World. Ja. In Koewacht. In Koewacht. En het is nu eerste Pinksterdag. En we gaan een meet and greet doen met alpacas. Ja. Dat gaan we dus nu doen. En daarna zijn we van plan om een hele leuke wandeling te gaan maken. Ja. Dus maar we doen het lekker rustig aan vandaag. Het is nog vroeg. En we gaan even kijken achter je aan. Ik laat je ook zien hoe de plek is trouwens in deze video. Misschien ook interessant. Maar we gaan nu eerst even een meet and greet doen. Even knuffelen met de alpaca's. Knuffelen zelfs? Ja, weet ik niet. Ik hoop het. We gaan het zien. Ik ben nu op weg naar de alpaca barn. Daar is de meet and greet die daar gaat gebeuren. Dan gaan we gewoon even, ja, ik denk meet and greeten met alpaca's. En als ik er dan toch ben, kan ik ook even die barren laten zien. Dat is best leuk, want daar is ook de toiletten zijn daar. En je kunt er een drankje doen. Ze zegt echt super netjes. Ik laat u even zien. Hey, dit is een mooi kleed. Oh ja. Oh, dit is geen kleed. Nee, dat. Wat is dit dan? Volgens mij doe je dat om. Dat is een poncho. Oh, dat ziet er zo uit. Zoiets, denk ik. Wacht even. Oh jee. Ik ga het even showen. Ja, ik zie het al gebeuren. Dit is wel lekker warm. Lekker voor in de winter die er nu aankomt. Dat is fantastisch. Ja. Maar dit voelt lekker zacht. Dit voelt super zacht. Ja, dat is heel mooi. Ja, ik heb het opgezocht. Ja, hè? Voor de winter is dat lekker, hè? Echt wel. In Peru kan het heel warm worden. Overdag best wel iets van 30 graden warm. Daarentegen s'nachts min 20. Dus het is een extreem klimaat. Daarnaast gaan we de alpaca's eten geven. Eventueel proberen te knuffelen als ze het willen. Niks verplicht voor de beestje. Yes. Een bakje voor je. Een bakje vroeg hebben we gekregen. En dan gaan we eventjes de alpaca's gaan we eten geven. Ik hoop het wel, want ik hoef het niet hoor. Hey, kom jij maar nu. Oh, hier komt iets hoor. Oh, lekker hè. Dit is knullen. Ja, kom. Zal ik... Dit is wel echt een schitterend moment, toch? We hebben het echt goed naar ons zin hier zo. Prachtig mooi weer, allemaal lekker gegeten. We hebben nou de alpaca's hebben we nou geknuffeld. Het was echt heel leuk zeg. Echt gewoon interessant. Leuk om te zien. Echt de moeite waard om dat echt te gaan doen hier zo. Ik heb wel heel veel echt gezegd, maar dat maakt niet uit. We gaan nu naar de andere. Wat was de andere alpaca's vooraan? Vooraan, we gaan naar de dames toe. Daar gaan we naartoe. Dit waren de heren. Ja, oh ja, de heren waren dit. Dit waren de heren. De gecastreerde heren trouwens. Ja. En nu gaan we naar de dames, die zijn drachtig hè. En dan gaan we daar eens even kijken. Wat we daar voor informatie voor krijgen. Veel. Maar het is super leuk en super interessant eigenlijk ja, hè. Echt doen dit. Ja. Thank you.
daar zitten we dan weer. Even te genieten. Dat doen we echt heel vaak even zeggen eigenlijk, denk ik nou. Nou, we doen ook alles even. Ja. Zelfs om zijn. We hebben echt een leuke meet and greet gehad. Ja, dat is echt een aanrader om te doen. Echt leuk. Ja. Nu, ja, ik heb mijn drinken al op. Ik heb nog een beetje. Even wat cola drinken. En dan gaan we lopen. Wandelen. Ja, wandelen. Want we hebben gisteren ontdekt. Dat, in de groep van ja. Al de mensen die hier zaten met de, bij het kampvuur. Dat lopen voor de Belgische vrienden onder ons is rennen. Dus, ja. En bij ons is het wandelen. En bij ons wandelen. Dus, we gaan wandelen, want dat snapt iedereen. Ja. We hebben een route gekregen hier van Martin. Ja. Het is niet lang, een kilometer vijf geloof ik. Hè? Ja, zoiets, 4,5, 5. Hier in de buurt, even een stukje door de bos heen. En dat is eigenlijk wel goed, want het is ondertussen alweer 2:30. Ja. We doen het echt rustig aan. Het is geweldig mooi weer, dus ook genieten bij de camper hoort erbij, denk ik. Zeker. Toch? Zeker. Dus we gaan even een drink op drinken en dan... gaan we weer ons klaarmaken en dan gaan we een stukje lopen. Oh ja, wandelen. Het zit niet in het systeem, hè? We lopen op het vennenpad en tot nu toe hebben we de wachttoren gezien, de luchtwachttoren. Ja, ziet er mooi uit al. Het is goed te doen, ondanks dat het zo warm is. Vind je het nog leuk, Dennis? Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja. Gelukkig. Ik ben alleen benieuwd waar we uit gaan komen. Ja, nou, het ziet er al leuk uit. Het is een korte wandeling die dus de eigenaar zelf heeft samengezeppeld, zei hij of iets. Of in ieder geval iets van hier in de regio. Ja. Tot nu toe, ja, het begint in een woonwijk. En we hebben het terras gezien. Ja, dat ook, ja. Dat is een goede weer terug, hè. En dan kijken. Je moet eens luisteren. Vogeltjes. Rustig, hè. Wil je verder lopen? Joep. Oh nee, wandelen. Super geinig! Gaan we? We gaan. We gaan. Goed zo, Daisy. Wat ben jij knap, zeg. Wat doe jij het goed, meisje? Ja, wat doe jij het goed? Even wachten. Rustig. Oh, goed zo. Kom maar. Ga er mee? Kom maar. 1, 2. Woesteng. Dit is gewoon machtig. Even een trekpontje gebruiken. Het is niet ver, een klein stukje, maar het zou zijn 20 meter of zo, maar altijd leuk. Wachten. Dat denk jij. Even wachten. Kan ik jou ook aaien? Kan ik jou ook aaien? Nee, kan ik jou niet aaien? En zo loop je dus weer, uiteindelijk. Het dorp in. Koewacht in, hè? Ja. Het was een mooie ronde. Ja, niet te gek lang. Nee. We gaan nou weer langzaam terug naar de camper. Ja, goed idee. Maar we doen wel even een tussenstopje voor iets eten of iets drinken. Oh, dat terras was open, hè? Ja. Dat kan gerust, want het is 4:10. Gaan we dan gewoon even kijken of dat iets te doen is. Toch? Ja. Ja. Even een pitstopje maken. Inderdaad. En we zijn weer bijna terug. We hebben even gezeten bij Van Dijk, hè? Heet dat? Ja. Dat is op loopafstand van de camperplek. Tenminste, dat hoop ik wel, want we lopen terug. Ja, dat is maar een stukje. Dat is goed te doen, hoor. Hier nog de bocht, hoor, en dan zijn we. Ja, maar een klein stukje. Ja. En dan zit onze wandeling er weer op. Ja. Wat gaan we hierna doen? Niks. Niet veel. Niks. We zijn er heel klaar mee. Het is goed warm. We gaan even lekker relaxen. Lekker voor de camper zitten. Kijken of er een camper bij is gekomen. Misschien wel, ik weet maar nooit. En even rustig aan, toch? En eten, daar heb ik nou wel zin in. Eten? Ja, eten.
Dat hoort erbij. Weet altijd. Ja. Dus nog een klein stukje lopen. Goedemorgen weer. Het is nu tweede Pinksterdag. Wij zijn onszelf klaar maken om naar huis te gaan. Maar ik heb je beloofd, ik laat je even zien hoe het hier is, wat het kost en hoe het hier een beetje werkt. Ik ben gisteravond even met de drone omhoog gegaan. Ik laat je nu eerst even de beelden zien en dan kom ik zo meteen even terug en laat je de rest even zien. Wij waren dus het Pinkster weekend lekker een, wat is het, 4 dagen hier op Alpaca World. En zoals je ziet, je kunt hier veel meer dan alleen maar overnachten. Het is sowieso een hele mooie plek om te overnachten. En je hebt gezien, hè, er zit stroom bij, je hebt een waterplek waar je kunt inslaan. En je hebt een aparte loosplek voor je chemisch toilet. En er kan trouwens ook je grijswater geloosd worden. Ze hebben 2 ingangen. Als je binnenkomt, dan kun je linksaf ga je de barn in, waar ik nu eigenlijk achter sta. En rechtsaf ga je naar de camperplek toe, kun je gewoon je camper neerzetten. Dan komt Martin, de eigenaar, naar je toe en die vertelt je alles hoe het werkt. Wat wel heel erg goed aan te raden is, omdat er maar 2 plekken zijn, reserveer. Gewoon doen. De kans dat je hier aankomt en er staat al iemand is gewoon heel erg groot. Er zijn er maar 2. Op de website van Alpaca World staat de WhatsApp naam. En dan kun je even naartoe WhatsApp en dan regelt je werkelijk echt meteen. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben gewoon een appje gestuurd van Joost nog plek. Hij zei, joh, kom maar aan. Ik heb een plekje voor je vrij. En ja, zo staan wij nu 4 dagen hier. Op het moment dat wij nu zijn, kost het €17,20 per nacht. Dat is all-in. Dat is dus wifi van hier. Je kunt lozen, je kunt inslaan en je hebt stroom. Honden zijn gratis. Maar tijdens de openingstijden van de barn is er ook een toilet. Daar mag je gewoon gebruik van maken. En je kunt een lekkere bak koffie krijgen en een stukje gebak. Dat is ook allemaal hier achter in die barn. En daarnaast kun je hier natuurlijk ook nog boerengolven kun je hier. Je kunt een high tea kun je reserveren. Je kunt gaan wandelen met alpakas, een meet and greet. Je hebt het al wel gezien. Sommige dingen hebben we al gedaan. In deel 1 hebben we een lekkere high tea gehad. En in deel 2 hebben we een meet and greet gehad onder andere. Maar er liggen ook wandelroutes klaar. Je kunt hier heel erg goed fietsen. Maar ja, wij gaan nu weer inpakken. Het is zover. We moeten weer naar huis toe. Morgen weer werken. Maar ik hoop wel dat je een leuk idee hebt kunnen krijgen hoe het weekendje hier kan zijn in deze omgeving en op deze plek. En we zijn weer klaar om te gaan. We hebben net alles opgeruimd. Auto is van de voetjes af. Afwas gedaan. Vuil weggegooid. Route ingesteld naar huis. Nog een keer naar de wc geweest. En nog een keer naar de wc geweest. Ja, we zijn klaar voor de reis van 2,5 uur meer. Nou, een uurtje of 2 denk ik. Ja, daarom zei ik 2 uur rijden, ja, ongeveer. Ongeveer. Is goed te doen. Het was een superleuke dag. Heel leuk weekend. Ja, eigenlijk heel leuk weekend. Ja. Nou, ik hoop dat je deze film ook leuk vindt. Geef je dan een duimpje, alsjeblieft. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Het is helemaal gratis. En dat doe je door hier op het dingetje te klikken. Dat is een klein rode blokje. En dan ben je geabonneerd. En het belletje. Oh ja, het belletje. Want dan krijg je namelijk een seintje als we een nieuwe video hebben. Ja. Vergeet ik altijd te zeggen. Wij hebben er in ieder geval genoten. We gaan weer terug. En wij wensen jullie de groetjes. En tot de volgende vlog weer. Tot de volgende vlog. Doeg. Doei.